Geweerriemen. Binnen Airsoft ook wel slings genoemd. Waar worden deze voor gebruikt en wat zijn de voordelen en nadelen van de verschillende soorten? Dat leggen wij jou graag uit. Welke soorten slings zijn er allemaal en wat past het beste bij jou? Binnen Airsoft zijn er in principe drie verschillende soorten slings die gebruikt worden. De One Point, Two Point en Three Point sling. Elk van deze heeft zijn eigen voordelen en nadelen die wij jou graag uitleggen. Om te beginnen met de One Point sling. Deze geeft de meeste bewegingsvrijheid aangezien die maar op één punt aan de replica bevestigd is. Daardoor is deze bijvoorbeeld goed te gebruiken met CQB, omdat een One Point sling bijvoorbeeld ook mogelijk maakt om van schouder te wisselen. Dat komt namelijk omdat deze als een lus om je nek hangt. Ook kun je deze in sommige gevallen door de schouderbanden van je vest halen, zodat de sling niet meer volledig in je nek rust, maar ook op je schouders. Een nadeel van deze sling komt naar voren bij het wisselen naar je sidearm. Omdat je primary dan in de weg kan gaan hangen en heen en weer kan gaan slingeren, of in sommige gevallen ook de edele delen kan aanstoten. Hierdoor word je enigszins gedwongen een hand vrij te houden om je primary te kunnen ondersteunen. Mede hierom is een One Point sling vooral handig om te gebruiken bij kortere of lichtere replica's. Een langere replica zal hiermee lastiger te ondersteunen zijn. Wat ook een mogelijkheid kan zijn binnen de One Point slings, is de Warrior Assault Systems H&K hoeksling. Deze kan worden bevestigd aan de voorkant en zowel aan de achterkant van een molly systeem en kan worden losgehaald door middel van een quick release. Daarom is dit een snel systeem met vele bevestigingsmogelijkheden en ook veel vrijheid. Dan hebben we de Two Point sling. Deze kan zonder handen worden gebruikt en biedt meer stabiliteit in vergelijking tot een One Point sling, aangezien deze zowel aan de voor- en achterkant van de replica wordt bevestigd. Waardoor de replica dichter tegen je lichaam blijft zitten en je deze zelfs op je rug kunt dragen wanneer je bijvoorbeeld iets moet beklimmen. Daarnaast kun je de replica aan de zijkant van je lichaam laten rusten wanneer je gebruik maakt van je sidearm of je handen ergens anders voor nodig hebt. Daardoor heb je minder last dat deze in de weg zit. Hoe verder je de bevestiging uit elkaar zet, hoe stabieler de replica naast je lichaam hangt. Maar het geeft je wel minder bewegingsruimte. Bij de meeste slings kan de lengte worden aangepast zodat deze ook nog eens aansluit op jouw lengte. Er zijn ook hybride versies die je op meerdere manieren kunt gebruiken. Je kunt deze gebruiken als zowel een one-pointer als een two-pointer. Aangezien je de haken met elkaar kunt verbinden en deze dan met één haak kunt vastmaken aan je replica. Als laatste, three-point slings. Deze worden vooral gebruikt wanneer je veel moet klimmen aangezien je de replica verticaal kunt dragen op je rug. Maar er zitten toch wat nadelen aan. Zoals de band die langs de controls van de replica lopen, wat het lastig maakt om te switchen van bijvoorbeeld vuurmodi. Naast al deze drie verschillende soorten slings kunnen deze ook elk andere elementen bevatten om het dragen comfortabeler te maken. Zo zijn er bijvoorbeeld slings die beschikken over padding. Deze maken het dragen van een replica over langere perioden gemakkelijker. Er zijn natuurlijk ook slings zonder padding. Die zijn vaak wat lichter, maar die kunnen wat meer in je schouders gaan snijden. Maar het opbergen wordt wel een stuk gemakkelijker gemaakt wanneer je bijvoorbeeld in een voertuig zit. Daarnaast zijn er ook slings met een bungee cord. Die zorgen ervoor dat er meer spanning op je schouder komt tijdens het schieten en zijn vaak ook grotendeels verstelbaar in lengte die je snel, kort of lang kan maken. Wat bijvoorbeeld kruipen makkelijker maakt. Daarnaast zorgt dit materiaal ook voor een zekere demping wanneer je bijvoorbeeld aan het rennen bent. Zo veert de replica makkelijker op en neer zonder dat dit aan je nek trekt. Nu we al deze geweerriemen hebben gehad, wil ik je graag nog iets vertellen over de verschillende soorten aansluitingen. Je hebt binnen Airsoft twee veel voorkomende aansluitingen. De karabijn en musketonhaak. De karabijnhaak is snel te bevestigen aangezien het lipje naar binnen klapt, waartegen de musketon juist weer makkelijker te openen is. Een heel ander systeem voor het bevestigen is een QD-riembeugel met een inbouwaansluiting. Deze kun je vastmaken en loshalen door een knopje in te drukken die ervoor zorgt dat kleine kogellagertjes zich vast of losklemmen. Hopelijk hebben wij je nu iets meer duidelijkheid kunnen geven over verschillende soorten slings. Daarnaast zijn we erg benieuwd naar welk systeem jij gebruikt en ook waarom. Hebben we nog iets gemist? Laat het dan ook even weten in de comments. Vergeet je daarnaast niet te abonneren op het kanaal en onze socials te volgen, zodat jij het laatste nieuws niet mist.